Maar in de verkerk, judoka, ga lekker zitten. Voordat we het over Tokio gaan hebben, laten we het even over de geschiedenis hebben van jou op de Olympische Spelen. Ja. 2012, toen werd je keurig vijfde. Ja. 2016 in Rio, toen ben je eigenlijk al uitgeschakeld in de kleedkamers. Dat was op de mat. Ja. Ja. Maar dat ging wel vrij snel natuurlijk. Ja, dat was de eerste ronde. Ja. Ja. Die hele rare, beruchte eerste ronde. Goed. Ik wil je even confronteren met een foto. Oh, dat is altijd leuk. Mijn concurrent. Wie is dat? Guusje Steenhuis. Wat vind je van haar als je zo naar haar kijkt? Ja, een gezellige Nederlandse dame, toch? Deze vrouw, die kan heel bepalend zijn in jouw leven. Ja, ze kan een bepalende factor zijn over mijn Olympische droom. Een tijdje geleden zat aan dezezelfde tafel Roy Meijer. Ja. Die heeft nogal een flinke strijd met Henk Grol. Ja. Is het vergelijkbaar, die strijd die jij hebt met Guusje? Ja, dat denk ik zeker wel. Ja? Ja, ja. Ik werd 4 jaar geleden, in 2016, werd ik verkozen boven haar. En ja, nu op dit moment staat zij hoger op de ranking. Mm-hmm. Staat ze er beter voor. Dus ik moet echt aan de bak. Ja, jullie geven elkaar wel een hand. Ja hoor. We zijn gewoon normaal naar elkaar. Dat wil niet zeggen dat we vriendinnen zijn, maar we zijn gewoon normaal naar elkaar. En, ja. En op de mat moet het gewoon uitgevochten worden. Dus als ik zou tegen jou zeg, verscheur die foto even, dan doe je dat niet. Nou, als jij wil dat ik hem verscheur. Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dat straalt een beetje kracht uit. Verscheur die foto van Guusje Steenhuis. Ja. Waarom denk je dat mij dat helpt? Ja, omdat ik dan denk, ja, er is hier maar één iemand de baas en dat is meer in de verkerk. Ja, maar dan hoef ik niet een foto te verscheuren, toch? Oké, okay, nou, dan doe ik het. Oké, okay, dat mag. Hoppakee. Ben je toch blij dat ik dat heb gedaan? Je gaat straks rollen met die dobbelsteen. Mm-hmm. Dan bepaal jij wat er gebeurt. Het lot bepaalt wat jij rolt. Bij soja denk je, het kan wel. Sake, dan denk je, ai, 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 ai. Wasabi, daar maak ik me nu al druk om. Wasabi. Ik heb altijd de moeilijkste weg. Is dat zo? Ja, het is... Story of my life. Je roept het op jezelf. Ja, ik kan hier ook niks aan doen, hè? Nee, ik neem een slokje thee. Ja, daar staat het voor. Neem ja. Als je nog meer wil, schrijf je even bij. Alsjeblieft. Niet ervan. Marinne, je bent in het dagelijkse leven ook architect, klopt dat? Ja, interieurarchitect. Ja. Ja. Wiens kop in de judowereld zou jij het liefst willen verbouwen? Wauw. Oké. <Okay. lacht> Nou, ik weet het wel. Ja? Die Cubaanse van 2016. Ja? Ja, die wordt het? Ja, die wordt het. Maar dat wordt echt helemaal... Wordt het een renovatie of wordt het een nieuwbouwproject? Dat wordt een ondergronds nieuwbouwproject.